U kijkt naar TV Maastricht. Zometeen afleveringen van Vitrine, A2 Actueel en Breaking Maas. Maar nu eerst Olga Hupkens met het nieuws en de achtergrondreportage. Geen hoera-stemming in Limmel. Wooncorporaties verkopen hun inboedel en winkeliers Amersplein met rug tegen de muur. Dag dames en heren, dit is het nieuws van woensdag 1 april. Als het regent in de grote staat, dan druppelt het op het Amersplein. Tenminste, dat ervaren de ondernemers van het plein en de aanliggende straatjes. De gemeente zou volgens hun kunnen helpen om de buurt weer aantrekkelijker en levendiger te maken. We hopen dat de gemeente weer een beetje gaat meewerken om het wat aantrekkelijker te maken. Fietsprobleem, reclame, niet allemaal regeltjes wat niet mag, maar graag dat we eens iets zouden mogen om de straat weer fris, vrolijk uit te laten zien. Straks meer hierover in onze reportage. Buurtraad Limmel zegt het overleg met de gemeente op. In de gemeenteraad is door de PvdA en het CDA een motie ingediend om de ontwikkelingen in Limmel te versnellen, zodat resultaten zichtbaar worden. Maar die is door het college naast zich neergelegd. Burgerraadslid uit Limmel, Matt Brul, is verontwaardigd. Er zijn verwachtingen geschept vanuit de gemeente, er zijn kansen benoemd. En 7 maanden verder en we hebben nog steeds niets. Nou kan niet alles in 1 dag gebouwd worden, dat snappen we ook. Maar men denkt nu alleen nog maar in stenen en niet meer in de mens. De gemeente laat weten dat er een aantal zaken opgepakt en uitgevoerd worden en dat ze in gesprek wil blijven. Burgemeester Hoes is nooit met de dood bedreigd door drugscriminelen. In tegenstelling tot de verhalen uit Brabant, waar dat wel zou gebeuren. Dat zei Hoes gisteren in een raadsbijeenkomst bij het behandelen van het Maastrichtse drugsbeleid. Uit onderzoek blijkt dat het aantal drugsdelicten en het aantal overlastmeldingen in 2014 is gedaald. Ook is het aantal drugsrunners in de binnenstad afgenomen. In de wijken blijven deze runners een probleem vormen. Er zijn te weinig betaalbare huurwoningen in Maastricht. De wooncorporaties verloren tijdens het begin van de crisis veel geld met prestigieuze projecten en dure, ingewikkelde financiële producten. De corporaties zijn nog steeds herstellende, verkopen woningen en verhogen huren om hun kas te spekken. Daarnaast moeten ze een verhuurdersheffing ophoesten en overmaken naar Den Haag. Dus dreigen er te weinig betaalbare huurwoningen over te blijven. Wat voor mij heel belangrijk is, is dat we aan de corporaties aangeven dat het verkoopbeleid en het beleid met betrekking tot het verhogen van huren, dat ze daarmee ophouden. Want dat brengt Maastricht in problemen, want er blijven te weinig huurwoningen over voor mensen met een laag inkomen. En wat ons betreft, wij gaan aan de slag om tegen Den Haag te zeggen, die verhuurdersheffing die alle corporaties moeten betalen, die kosten de corporaties te veel geld. Maar dan is onze vraag aan de corporaties, zorg nou dat je op korte termijn met voorstellen komt om te stoppen met het verkoopbeleid en het verhogen van huren. De verfraaiers zijn begonnen met het decoreren van de nieuwe Severentunnel in Nazareth. Deze kunstenaars zetten zich in om de woon- en leefomgeving mooier te maken. Zo schilderden ze al enkele meterkasten op het Vrijthof en maakten muurschilderingen op Sportpark De Geuselt. Begin mei is het schilderwerk klaar. Wordt de Mergelweg toegankelijker voor recreanten en minder voor gemotoriseerd verkeer? Over 2 weken ligt er een verder uitgewerkt plan. Dat moet de raad overtuigen van het belang dat de Mergelweg tussen Cannen en het begin van de bebouwde kom van Sint-Pieter wordt aangepast. Gisteren lag er al een plan, maar dat bleek nog niet goed genoeg. In de Belgische gemeente Riemst praat de raad ook over de mogelijke aanpassing. De Mergelweg zorgt al jaren voor spanningen tussen recreanten en motorverkeer. Eerdere oplossingen blijken niet te werken. Voor het eerst in jaren hebben de Belgische hotelscholen het onderspit moeten delven tegenover de Nederlandse kooktalenten. De 15e Prevenement Award werd gisteren gewonnen door de hotelschool uit Eindhoven. Venlo werd tweede en Leuven derde. Het Struiscomité organiseert de kook- en serveerwedstrijd ieder jaar als aanloop naar het Prevenement. Leerlingen van de 6 hotelscholen uit de regio binden dan op culinair gebied de strijd met elkaar aan. Tom Dumoulin is kopman in de ronde van het Baskenland.
In de Spaanse etappekoers heeft de Maastrichtenaar van 6 tot 11 april een beschermde status in zijn ploeg. De Nederlandse kampioen tijdrijden richt zich vooral op de individuele race tegen de klok op de slotdag. De afgelopen weken reed Dumoulin geen wedstrijden en trainde hij alleen. Na het Baskenland richt hij zich op de Ardense klassiekers, waar ongetwijfeld weer veel Maastrichtse fans langs het parcours staan. Vrijthof, Onze Lieve Vrouwenplein, Grote Staat en Wiek. Als je het over gezelligheid en winkelen in Maastricht hebt, komen deze plekken het eerst bij iedere inwoner en gast op. Het Amosplein zou daar ook bij kunnen horen, maar daar is het de laatste tijd angstvallig rustig. Volgens de ondernemers kan het zo niet langer. Kijkt u naar de volgende reportage. Het loopt een beetje leeg hier in deze straatjes allemaal. Wat heel jammer is, altijd druk geweest, het loopt leeg en het ziet er een beetje uit als een achterafstraatje. Zoals u ziet is er een grote leegstand, huurprijzen zijn te hoog. En dat werkt allemaal niet mee om het voor de mensen aantrekkelijk te maken om het straatje in te lopen. Nee, ik hoor nu inmiddels ook van klanten dat ze deze straat ook een beetje ontlopen. Want het is natuurlijk hartstikke ongezellig als de helft van de winkels leeg is. En dan nemen mensen ook niet meer de moeite om naar die winkeliers die er nog zitten eens even een kijkje te komen nemen. Er zijn verschillende factoren voor, maar de huren die gaan eigenlijk alleen nog maar omhoog. Die worden ieder jaar geïndexeerd, terwijl we sinds 2008 in een crisis zitten. En er is natuurlijk enorme concurrentie van het internet. En dat is natuurlijk ook heel vervelend voor winkeliers, lijden daar erg onder. Wij doen er alles aan om het hier wat gezelliger te maken door etalageproppen buiten te zetten, de winkel aan de buitenkant een beetje aan te kleden, om de mensen ook bij ons naar binnen te lokken. Maar de gemeente voert nog een streng beleid daarop. En ik kan me voorstellen dat je geen etalagepoppen kunt zetten in de grote stad, waar 40.000 mensen lopen op een zaterdag. Maar hier lopen er maar 400 mensen op een zaterdag door de straat. En dan zou een etalagepop eigenlijk niks mogen uitmaken. Het valt nu mee, maar soms is het hier gewoon één grote fietsenstalling. Dus als mensen op de brede straat lopen en ze kijken hier het straatje in en ze zien daar achter het Vrijthof, lopen ze door. Wibra zou ook weggaan. Ja, klopt, dat gaat ook weg. En daar wil ook een horeca-ondernemer in gaan zitten, dus dat mag waarschijnlijk ook niet. Dus dan komt er waarschijnlijk ook echt leeg te liggen. Er zou sprake zijn van een Burger King. Nou, daar ben ik op zich... Ja, kijk, we hebben het liefste natuurlijk weer detailhandel. Maar we hebben liever geen leegstand. Dus de horeca zit er voor ons een beetje tussenin. Als het niet te verhuren valt aan een detailhandelzaak, dan maar een Burger King. Dat liever dan dat het leeg ligt. Dat is een geruchtenstroom wat wij ook gehoord hebben. En na de bronnen wat wij binnen de gemeente hebben, hebben zij ons verteld dat er geen enkele aanvraag ligt dat de Wibra weg zou gaan en dat er iets anders voor in de plaats zou komen. Zal er meer horeca moeten komen op het Amersplein? Nou, heel duidelijk nee. Ja, goed, ik kan ook heel simpel zijn waarom niet. Kijk, er zijn drie goede ondernemers. We hebben geld om te kunnen investeren. Ook kijk daar maar op het plein hoe de terrassen uitzien. En als er morgen weer horeca bij zou komen, ja goed, we hoeven het niet uit te leggen. Iedere taart waar een stukje uitgesneden wordt, wordt minder voor ons. Dus dan denk ik dat het kariger wordt voor de andere ondernemers. Maar het is toch niet leuk als je hier op het terras zit en je kijkt tegen lege vitrines aan? Dat is helemaal waar, maar ik denk dat de huurprijzen iets te hoog zijn. En ik denk dat daar de gemeente een stukje in mee zou kunnen participeren door te zeggen, goed jongens, als een pandeigenaar een pand kan verhuren en heeft daar geen goed gevoel over, dat de gemeente zegt, goed, we gaan daar een stukje borg in staan, omdat zij toch via rechtswegen diegene wat het pand zou willen huren op een andere manier zouden kunnen inpakken als dat een pandeigenaar dat zou kunnen. Ja, we willen vaker met ondernemers, maar ook met bewoners van de Amersplein, de Heigestraat en alles wat er omheen ligt, Lelystraat, gesproken. Dus de problematiek die er is, die herkennen wij, die kennen we ook. De oplossing is een ander verhaal, dat is niet zo makkelijk. Maar het heeft wel onze aandacht, we zijn er in ieder geval in gesprek met ondernemers en de gemeente Maastricht om te kijken of we er iets aan kunnen doen. Ondanks de crisis doet de gemeente heel erg streng beleid voeren naar ons toe. Er was een... Horecaondernemer die had een terrasstoeltje te veel neergezet. Die was meteen gearresteerd omdat hij een tafel en een stoel te veel op zijn terras had staan. Terwijl er heel veel fietsen staan
die van zaterdagavond blijven staan. En die, daar doet de gemeente eigenlijk te weinig aan. We hopen dat de gemeente weer een beetje gaat meewerken om het wat aantrekkelijker te maken. Fietsprobleem, reclame, niet allemaal regeltjes wat niet mag, maar graag dat we eens iets zouden mogen. Om de straat weer fris, vrolijk uit te laten zien. Hebben jullie contact met de gemeente hierover? Ja, hebben we vaker gehad. Zeker over het fietsprobleem. En wij vinden dat ze er niet veel aan doen. Een belangrijk punt is denk ik toch ook wel de indeling van de straat. Het heeft een hoog horecagehalte gekregen, waardoor de retailsector het moeilijker heeft gekregen. Dat is een punt. Twee, zie je dat we door de crisisjaren en de contracten die er lagen van vastgoed, dat daar toch wel een shake-out plaats heeft gevonden. Dat er leegstand is opgetreden. En drie, denk ik, en daar zijn we met de gemeente in overleg, dat we wat ruimhartiger zouden moeten zijn met uitstallingenbeleid. En daar hebben we afgelopen week een gesprek met de wethouder Gerards gehad. Om te kijken of we een opening kunnen vinden met het inrichten van een zogenaamd straatplan. Waarbij je dan vanuit zo'n gebied als het Heggenstraat of een andere straat in die buurt met een plan kunt komen van ondernemers. En daar dan meer mogelijkheden hebt dan tot op de dag van vandaag mogelijk zijn. Er loopt dus licht aan de horizon. Ja, dat zou ik mogen hopen, maar ik wil ook geen valse verwachtingen wekken, omdat het ook een weerbarstig probleem is. Het enige wat wij moeten doen is vol en hard werken aan een oplossing. Kunnen jullie je niet als ondernemers dan bundelen en samen naar het centrum management stappen? Dat is een overweging, dat is een goede tip. Ja, ik denk dat dat de enige manier is om een enkel geluid zet geen zoden aan de dijk. Je zult je samen moeten pakken en het probleem moeten voorleggen om serieus genomen te worden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Goed, ik geloof niet zo in het verenigen, want 10 mensen zijn ook 10 verschillende meningen allemaal. En kijk maar naar het verhaal carnaval, glaswerk, plastic. Ik denk dat het niet opschiet door allemaal verenigingen in het leven te roepen. Als je je verenigt, dan krijg je kritische massa, dan ben je een partij en dan kun je met elkaar praten, ook naar de gemeente toe en noem maar op, kun je optreden. Je kunt samen dingen organiseren. De Heggenstraat heeft verleden jaar een event georganiseerd met een modeshow door de straat en zo. Je ziet dat er was reuring in die straat en dan als je je verenigt, dan ben je sterk en dan heb je een positie. Daar zijn we mee bezig. We gaan ook proberen weer voor de tweede keer gaan we een leuk feest organiseren om deze contrij hier weer in het daglicht te stellen, dat de mensen deze kant op komen om niet allemaal de grote winkelfilialen te bezoeken, maar gewoon allemaal de authentieke zaakjes van Maastricht weer in het licht te brengen. En tot zover het nieuws van vandaag. Na de reclame kunt u nog kijken naar Vitrine, A2 Actueel en Breaking Maas. Programma's ziet u terug via onze Facebookpagina of op rtvmaastricht.nl. Bedankt voor het kijken, een fijne avond en graag tot morgen.